Dit is Recepten van Topchefs en vandaag een Belgische gast in onze keuken, Henk van Oudenhoven van Sans Cravate in Brugge. En wij gaan samen een voorgerecht maken. Henk, ja. Welkom alvast. Dank u. En wat wordt het? We zouden starten met makreel, in combinatie met Noordse krab, dus de krab van bij ons. We gaan dan wat mediterraanse richting met yoghurt en komkommer. En we werken alles af met wat zilteplanten. Mm-hmm, fantastisch. Dus. We gaan er meteen aan beginnen. Ja, goed zo. Voilà. Dus eerst en vooral moeten we de makreel bereiden. Die makreel is gefileerd, ontgraat. We gaan die uiteraard kruiden, peper en zout. Deconstrueren die terug. En daar rollen we die strak op in plasticfolie. Ondertussen staat hier een potje water op. Dit water is eigenlijk het uitlekvocht van yoghurt. En we gaan de makreel eigenlijk pocheren in dat vocht. Maar die moet wel afkoelen in zijn vocht om daarna de schijfjes te snijden. Het vocht moet ongeveer in 80 graden. Het mag niet koken, want dat zou te warm zijn. Dat zou te agressief zijn voor de makreel. Wat we wel zullen doen, is het worstje van de makreel hier en daar intrekken. Zo kan het vocht in het worstje gaan. Het kookvocht is ongeveer 80 graden. 100 graden zou veel te agressief zijn voor de makreel. Ja. Voilà. En die gaat nu in de frigo. En wat nu? Dus nu gaan we over naar de bereiding van de olijfoliegelei. We gaan een olijfoliegelei maken op basis van de arbequina, die daar uiterst geschikt voor is. Mm-hmm. Wat hebben we daarvoor nodig? Magere groentebouillon en 125 gram arbequina-gelei. Het moet wel eventjes precies zijn, anders is het kapot. We hebben hier een beetje agar-agar. Die gaat erin. Mm-hmm. Het is belangrijk dat we dat wel heel goed eerst oplossen. Dan moeten we de agar eigenlijk verwarmen tot minimum 80 graden, maar ik laat het altijd even doorkoken om zijn binding te kunnen krijgen. Okay. Dan monteren we het met de olijfolie, precies zoals de mayonaise. Het geeft een mooi prettig gevoel als je dat achteraf gaat zien. De olijfoliegelei is precies zoals een pastavel. Als je het gaat zien, ga je denken het is precies verse pasta, maar het zal olijfolie zijn. De agar zal nu zijn werk doen. Vanaf nu moet je toch een beetje de handelingen bijhouden. Ik zal het weer in de pot doen, want die pot kan je mooi conditioneren. Nu gaan we heel voorzichtig de olijfolie erin. Ik zie het, het kleur verandert. Ja. Je krijgt eigenlijk de witte pasta kleur. Ja. Ja, snufje zout. Nu is de bedoeling, moet je toch tamelijk snel uitstorten. Want die agar-agar zorgt ervoor dat alles snel zal opstijgen. Ja. Even aan de kant zetten en dan gaan we dat in de frigo plaatsen. Nu gaan we over naar de rest. Stel voor dat we zo starten met de Noordzeekrapsla. Lekker, Noordzee. Ja, verse Noordzeekrap, beter kan er eigenlijk niet zijn in mijn ogen. Ja. We gaan dat afkruiden en die nodig. Dat is normaal als je een Noordzeekrap kookt, in een courbouillon noemen wij dat. In een goede courbouillon met veel gekneusde peper moet er volgens mij geen zout en peper meer aan te pas komen. En we gaan er wat olijfoliedressing bij doen. Ja. De olijfoliedressing is gemaakt op basis van de pico d'eau, olijfolie van Valdorama. We gaan het dan nog wat opfrissen met een paar druppeltjes citroensap. Voilà. En meer hoeft dat eigenlijk niet. Het is puur natuur, dat is klaar. U herinnert daar straks nog het vocht van de yoghurt. Ja. Dat is de yoghurt die eigenlijk uitgelekt is. Die gaan we wel af, we gaan dat wat pikant maken. Dus we hebben daarvoor nodig groene tabasco. Niet zo agressief zoals de rode tabasco die iedereen kent. Zout. We gaan er wat limoensap ook aan toevoegen. Die krijg je door het vocht eruit. Het is een mooie vaste yoghurt waar je vele dingen mee kan doen. We gaan die in de spuitzak doen. Dit komt waarschijnlijk straks op het bord op ergens, het bord. Heb ik zo de indruk. En we gaan ook een stukje komkommer ermee opvullen. Mm. Dus we gaan ook bereidingen maken rond komkommers. Voilà. Is ook een heerlijke groente, hè, chef? Ja, het zijn biologische kweekte komkommers. Het is nog heel anders. Is het waar? Ja. Het is een kunstwerkje. Je moet een beetje mooi maken ook in het bord. Ja. We hebben hier wat gewone brunoise van komkommer. Die gaan we smaak brengen. Peper en zout. Peter en zout, limoensap. Wat witte wijn zijn. Dit is een milde hoor. Ik zal ook een beetje arbequina olijfolie op doen. Om het wat? Ja, een soort vinaigretje maken met komkommer. Op te halen, ja. Dat is ook klaar. Dus Sabine, alles is nu goed afgekoeld. De makreel, de olijfoliegelei. Ik heb die al wel gepareerd op voorhand. Maar ik stel voor dat we zo starten met de makreeltjes. En je zult zien, die makreel zal niet volledig gaar zijn, maar zal precies nog een structuur hebben dat hij een vrouw is. Maar dat moet waarschijnlijk. Dat moet, dat is de bedoeling. We gaan die mooi pareren. Zoals je kan zien. Ja. Niet volledig gaar. Mooi vast ook, hè? Ja. Chef. Ik zal het hier op het plateautje leggen, wat bijkruiden. Kruiden dat, wat peper, wat fijn zeezout. En wat olijfolie. Meer hoeft dat niet te zijn. En we gaan gewoon alles klaarzetten, zodat we straks op blotjes het bord kunnen dresseren. We kunnen het gewoon uitsteken. Mm-hmm.
Dus we gaan ook wat groene appel gebruiken. Dit is een ideale starter in een menu. Voilà, we gaan even toekijken hoe je het bord dresseert, want dat is ook belangrijk. En je begint met de yoghurt, ja, zie ik. Ja, en daarom kunnen we de rest opbouwen. Dat cirkeltje van daar straks. Opvullen. Opvullen. En nu een klein trucje. Een beetje recht afsnijden. Dan kan je die achteraf recht plaatsen. Okay. Dan gaat die niet weg. Zeker aan vast, de komkommer altijd kruiden met zout. Komkommer vraagt het. Ja, hè. Ja. Voilà. Neem hier een appelrommetje. Krap slaan. Het water komt me in de mond, chef. Echt waar. Ja. Van mijn part mag je het opeten, hoor. De krap dekken we af met de arbequina-gelei. Ja. Kleine verrassing eronder. Ja, de mensen gaan denken dat ze hier een pasta hebben. We krijgen een ravioli. En de makreel er tegenaan. Klein beetje komkommer, brunoise. Die fris aangemaakt is. Okay. En we zijn zo goed als rond bijna. Dan afwerken. Dus met de zilte plaatjes. Fameuze oesterblad. Ja, fantastisch is dat, hè? Rond uitstekken, dus een keer iets anders dan gewoon een blad leggen op het bord. Ja. Ja, oesterblad. Kunnen we hier mooi opleggen. Ook iets nieuws. Blue Ocean. De mooie kleine zilte bloemetjes eigenlijk. Daar hebben we de salicornkris. Het leuke eraan is, heel het jaar door verkrijgbaar. Ja, anders hè? Heb je dat enkel in het seizoen de verse. Zeer lekker. Dat is de boragekris. Zeer lekker. Bijna een oesterblaadje in het klein. Om het geheel op te peppen. Ja. We kunnen alles dan nog een beetje besprenkelen met olijfolie. Mm-hmm. Voilà. Nu moeten we het gerechtje gewoon nog afwerken met wat komkommers erbij. Ik heb dat hier op voorhand gemaakt. Voor de mensen thuis kunnen ze natuurlijk misschien in de handel kant en klaar. Mm. En we hebben nog een primeur. Mooie kleur. Koperkris is hier net iets nieuws uit de serre gehaald. Oké. Okay. Dat is een eilandszoet. Dat is een werknaam. Zilte smaak ook en heel lekker. Fris. Voilà. Dat mag zeker niet ontbreken. Een beetje limoenkris. Voilà, dus voor mij is het klaar. Krap, makreel, komkommer en pikante yoghurt. Zilte plantjes. Samen met een heerlijke witte wijn moet dat fantastisch zijn. Ja. Oké, dankjewel Henk. Graag gedaan.